Ik heb lekker geslapen. Maar nu eerst een lekkere boterham met pindakaas. En dan zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Bert Wasbeer. Dit is het woud Wintergroen. Vredig, rustig en sereen. Totdat Bert Wasbeer wakker wordt. Gelukkig maar dat zijn vrienden altijd voor hem klaarstaan. Het leven voor de wasbeertjes zou er een stuk makkelijker zijn zonder Cyril Snow. En Cyril's leven zou een stuk makkelijker zijn zonder de raccoons. Ergens ver weg, in een nog niet door oliemaatschappijen verwoest stukje Canada, ligt Woud Wintergroen. De mist is er zo dicht dat je hem haast kan pakken. En het eerste morgenlicht schijnt er doorheen. Maar kijk, de opkomende zon verjaagt de mist en de bleke sterren. Je ziet wel dat het winter is in het Woud Wintergroen. En het meer ligt er net zo stijf en koud bij als... Maar laten we het gezellig houden. Hier spelen de bosbewoners het allerliefst. En zelfs de mensen zijn dol op ijs. Julie en Tommy schaatsen zelfs bijna elke dag. Maar de wasbeertjes zie je hier het meest. En altijd spelen ze ijshockey. Wat hun betreft kan niets of niemand ze van het spel afhouden. En toch is er iemand die hun plezier wil gaan bederven. Voorgoed. Hey, hebben jullie trek in chocolademelk? Zonder vellen? Gegarandeerd. Oké. Oh, lekker. Shaver, wil je niet naar binnen komen? Goed dan, Shaver. Maar niet te lang wegblijven, hè? Dank je, Schaefer. Hey, zal ik mijn schijnbewegingen eens laten zien? Wat dacht je van morgen? Ja, te gek. Hey, mazzel hè, Schaefer. Dag. Fantastisch. Oh, ik wist niet dat ik publiek had. Ik ben Schaefer. Ik ben Sophia Tutu. Nou, ik moet zeggen dat je behoorlijk goed kan schaatsen, Sophia. Kunt schaatsen. Dank je, Schaefer. Schaefer, kom hier staan, op het doel. Niemand houdt mij tegen. Jongen, nou, ik zie je nog wel eens, Sophia. Dag. Hi, Schaefer. Leuk om je te zien. Dus jullie hebben een keeper nodig. Ik zal het proberen, maar dat is lang geleden. Ah, dat zijn allemaal smoesjes. Geen smoesjes, jongen. Ik ben gewoon goed. Let op. Hier komt de puck. Was die raak? Een kilometer ernaast. Ah, het geluk is met de domme. Maar volgende keer, bam! Zeg maar het kanon. Want de beste speler van het hele meer is Bert Wasbeer. En hier komt dan ons ijspaleis. Het hele meer wordt overdekt. De Cyrilhof. Het Olympisch Snowdion. Licht. Voila, een openbaring. Neon. Scoreboard, beton, cement.
En dan binnen de ijsvloer. Waanzinnige toegangsprijzen. Wij gaan op goud schaatsen. Morgen gaan we bouwen. En niemand kan het tegenhouden. Niemand! De volgende ochtend was koud en helder. Zo'n ochtend waarop niets meer fout lijkt te kunnen gaan. En het supertalent Cedric Snow krijgt de puck. Hij glijdt regelrecht naar het doel. Hij draait af, zet vaart, draait terug, een pirouette. En valt. Oh, wat ben ik dom. Heb je pijn? Nee. Geen pijn. Jij? Ook niks. Ik heet Sophia. Ik ben Cedric Snow. Nou, Cedric Snow, ik ga maar weer eens oefenen aan de axels. Axels? If I ever fall, head over heels in love. I'm hoping it'll be someone like you because without a doubt, I'm hopelessly hooked in your eyes. And way down inside, I wish and I hope and I hide. Whoa. All I've got is this tune. I can make all the room. Sophia, zou je misschien met mij een wopje karmen, een shopje harmen? Warme chocolade? Oh, heel graag. Hier komt de puck. Hi, Schaefer. Zagen jullie dat? Wat een klap. Ik ben geweldig. Ik ben een superster. Wauw. Ik word gewoon doodziek van mijn eigen talent. Cyril Snow? Wat moet je met die afschuwelijke machines? Vooruitgang, schat. Straks is er een betonnen tempel recht op de plek waar jij nu staat. Over het hele meer heen. Je kan hier niet zomaar gaan bouwen. Dit meer is helemaal niet van jou. Dat is waar. Letterlijk gesproken niet, misschien. Maar wat moeten jullie nou met een meer? Nou, we schaatsen hier en spelen ijshockey. Wij zijn geweldig. Ijshockey? Jij? Laat naar je kijken. Had je me net maar eens moeten zien scoren. Niemand kan ons verslaan, hoor. Echt niet? En je kan ons niet zomaar van het ijs afsturen. Dat is oneerlijk. Oké. Ik zal jullie laten zien hoe ruimdenkend ik wel ben. Als we nou over een week hier een ijshockeywedstrijd houden. Jouw clubje tegen het mijne. En de winnaar krijgt het meer. Goed? Oké, ouwe schuiver. Nee. Jullie zijn te laat. Bert en ik hebben een afspraak. Hey, wat staan jullie nou stond te kijken? We gaan het toch zeker dat meer? Ik bedoel, wat weet Cyril Snow nou van ijshockey af? Bel de dichtstbijzijnde profs. Stroop de transfermarkt af. Bel alle spelersbureaus. Bel de groothandel en bestel. 10 dozijn supersticks met grafietkern. En zorg ook voor 18 dozijn schouderplaten. Arme Bert. Hij was niet meer zo zeker van zichzelf. Misschien voelde hij ergens diep van binnen dat hij niet zo erg goed kon schaatsen. En toch kon zijn team nog winnen. Ze moesten winnen. Hakketenen. 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 Voor. En achter. Hup. Ah. Wat zijn jullie toch een snelletje trage trekpoppen? Een hoogbejaarde slak komt nog sneller vooruit. Cyril Snow hield een keihard trainingsschema aan. Dag in dag uit trilde hij zijn dieren. Die puck is geen porseleinen dansfiguurtje. Als jij die puck raakt, moeten de vonken eraf knallen. En je moet zweten, je moet bloed zweten. Oké, Bert, speel maar op mij. Wat?
Sorry, Schaefer. Oh, nou heb ik weer alles verknald. Je hebt je gewoon te veel doseren laten opnemen. Jongens, heeft niemand een goede vee in de familie? Nou, die is niet zo goed. Hey, Cedric, Sophia. Zeg, Cedric, wil jij bij ons komen ijshockeyen? Je bedoelt in een wedstrijd tegen mijn pap? We vragen het, omdat jij ook van dit meer houdt. En als wij verliezen, dan kan jij het meer ook wel vergeten. Maar tegen mijn eigen vader. Oh, Cedric, doe het. Je kan zo goed hockeyen. Speel nou mee. Doe. Cedric, alsjeblieft. Nou, goed dan. Maar ik kan alleen trainen als pap het niet merkt, hoor. Dank je, Cedric. Welkom in ons team. Oké, laten we gaan trainen. You get out of bed, wipe the sleep from your eyes. So many chances go slipping on by. You gotta wake up and you can make it. Look back, deep in your heart. So many sensations, you can't tell them apart. So many feelings, just begging to start. Ja, hoera voor ons team! Wauw, fantastisch! Cedric is nog beter dan ze hadden durven dromen. Hij houdt zelfs de rare ballen van Bert op het veld. Opeens was er weer nieuwe hoop voor het meer. Maar helaas... Niet treuzelkontersnack! Ik wil die wasbeer eens bekijken. Eens kijken hoe treurig ze erbij staan. Het wordt een slachting! We gaan die beren de oren wassen. Vrij spelen, Cedric! Pap, wat een verrassing! Kop dicht, Cedric! Wat voer jij hieruit? Nou, pap, ik was op weg naar mijn boekhouding. Even die cijfertjes achter de komma bijwerken, weet je wel. Cedric! Nou, toen... Was jij aan het schaatsen met deze haarballen? Ha, Cedric speelt in ons team mee! En wij gaan jou lekker verslaan. Cedric, zeg dat het niet waar is. Meneer Snauw, u zou trots op hem moeten zijn. Hij is aardig en begaafd en hij ziet er goed Wie uit. Wie is dit, beesten? Pap, dit is Sophia Tutu. Hoor eens, Sofje. Sophia, pap. Sofje, Sloofje, Suffertje, wat dan ook. En jij slaat geen puk meer. Tot het ijspaleis af is en dit wasberengespuis is opgedonderd. Begrepen, Cedric? Ja, pap. Ik geloof dat ik Cedric's vader niet zo mag. Hé, maar wat krijgen we nou? Wij zijn toch zeker de helden? Dan moeten we ook winnen, oké? Elke dag stonden de wasberen en Schaefer vroeg op en trainden tot ze erbij neervielen. En Bert, die anders niet vooruit te branden was, oefende nog het hardst van allemaal. En toen kwam de dag voor de wedstrijd. Jullie gaan zo ontzettend vooruit, vooral Bert. Oh, kon Cedric maar met ons meedoen? Als ik maar met hem kon praten, zou hij vast wel terugkomen. En waarom proberen we dat gewoon niet? Op bezoek gaan in huizen Snauw, bedoel je? Is dat niet ontzettend gevaarlijk? Niet dat ik bang ben of zo, maar... Goed, dan gaan we zodra het donker wordt. Het is helemaal niet zo gek dat Bert bang is om bij Snauw langs te gaan. Ze zijn allemaal bang, maar ze gaan niet terug. Ze willen, ze moeten Cedric te spreken krijgen. Sophia. Sophia. Wat is hij toch knap, net door een prinsje. Sophia? Sophia, wat doe jij hier? We moesten je spreken. Maar als pap je hier ziet, dan wordt hij razend. Misschien moet je de kerk er wel in. Die wil die steeds gebruiken, maar er komt nooit iemand hier. Ga toch weg! Doen we ook, maar je moet eerst beloven dat je morgenavond meespeelt. Met jou erbij kunnen we winnen. Maar pap wil het niet hebben.
Ik heb nu al een maand huisarrest en geen toetjes na het eten. Cedric, dit is belangrijker dan een pudding. Cedric? Pap, je hoeft me toch niet te komen instoppen? Wie zijn er hier? Ik hoor de stemmen. Ik denk dat ik praatte in mijn slaap. Hou daar dan mee op. Ik moet slapen. Morgenavond, na de slachting bij Wintergroen, bouw ik mijn Olympisch Snowdion. Kop dicht, Snijk. We gaan in continu ploegendienst. Het werk ligt nooit stil. En dan kan ik het grote geld gaan binnenslepen, hè? En Cedric, jij bemoeit je er niet mee. Begrepen? Ja, pap. We hebben je hulp nodig. Cedric, doe nou. We kunnen beroemd worden. Cedric, snauw. Je hart is koud en hard als een hockeypuk. Nog maar een paar uur voor het begin van de wedstrijd trainden de wasberen en Schever nog even hard. Oh, ik hou van dit meer. Ja, we hebben echt een hele mooie tijd gehad op dit meer. Denk je dat we kunnen winnen, Schever? Natuurlijk kunnen we winnen. We hakken ze in de pan. Dat is waar, Bert. Terwijl ze naar huis liepen, vroegen de dieren zich af of ze hun prachtige, onaangetaste meer nu voor het laatst hadden gezien. Middernacht, de donkerste nacht van het jaar. Dat was de tijd voor de grote wedstrijd. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Frans Hendricks en de wedstrijd vanavond komt uit Woud Wintergroen. En er staat veel op het spel in dit treffen tussen de Wintergroenwasmeren en Snaalsmerentroep. En daar zijn de meren. Zijn ze niet afschuwelijk? Reken maar van yes. Zet maar een roedel ambulances klaar. Haha. En nu gaan we over naar de middencirkel voor de eerste face-off. Maak ze af! Hak ze in mootjes! En we zijn begonnen. Daar gaat er over. We nemen nog alle bodycheck tegen de boarding. En de beren hebben de punt. Daar komt de paas naar de zijkant. Melissa heeft al doel gedraaid. En dan komt de meer richting het doel voor open doel. En het scoort 1-0 voor de beren toe. Nee. En daar gaat er alvast meer weer tussendoor. Tussen twee beren, paas van Bert. En er is een beetje aan het spelen morgen zo. Kom ik echt eindelijk even uit spelen. Komt hij langs die meer? Nee, hij komt niet langs de meer. Nou, hij komt er wel langs, maar de meer heeft de punt. Er komt een schoonschepers uit het doel en het is 3-0. Er komt meer. Je pols wordt helemaal dik. De rest van de wedstrijd kun je op de bank gaan zitten. Nee. Ja. Maar we staan met 4-0 achter. We hebben nog maar 20 minuten om het meer te redden. Een hopeloze situatie. Maar misschien, heel misschien, was er nog een kans. Waarom pak je nou net de slechtste speler? Je moet de beste pakken. Die keeper bijvoorbeeld. Overal wasbeer. Ik wil nog een hele hoop van die smerige overtredingen zien. Het moet hier wasbeer gaan regenen. Cedric. Pap zou uit zijn vel springen. Je hebt waarschijnlijk wel door dat hij niet zo aardig is. Je bent onze laatste hoop. Het is te laat. Dan is het voor ons tweeën ook te laat. Als de wedstrijd voorbij is, gaat het meer eraan en dan wil ik jou nooit meer zien. Nee. Had ik maar iets anders om aan te trekken, zodat pap me niet zou herkennen. Zou je dan meedoen? Ja. Oh, Cedric, we verzinnen wel wat. Ik weet het niet. Het klopt nog niet helemaal. Bert, geef Cedric je trui. Dank je, Bert. Wauw, dit zouden we veel vaker moeten doen. Hé, dat is slim. Veel succes. En ja, we zijn begonnen met de tweede periode. En nu komt de puppet. Wie is dat? Die speler hebben we nog niet gezien. En scoren! Wat de duivel. De Wasbeer staat hier hoog op het scorebord. 3-1 is het geworden. En het is opnieuw diezelfde speler. Want je de tweede tijd niet meer wat gaat. Nu alleen als een mes door de boter. Yeah.
Kijk die vent, breek zijn benen. Daar maak er saté van. Het wordt steeds spannender op het ijs. Het wordt nu eindelijk een wedstrijd, want daar gaat de speler weer. 5-6 meren, vlag op het ijs. Het is een slapje aan ze. Doe daar wat. Wat een ongelofelijke speler! Hebbes! Cedric? Cedric Snow? Mijn zoon? Mijn voormalige zoon, Cedric? Hi pap, verrassing! Verrassing? Ik zal jou verrassen! Na de wedstrijd! De kerker! Oh pap, probeer het te begrijpen! Zet een hele nieuwe lijn op het ijs! Ik wil allemaal verse spelers! Meneer Snow houdt Cedric vast. Hij komt nooit los. Misschien moeten we maar stoppen. Zonder Cedric is het toch zinloos. Oh, ik hou van dit meer. Nou, we hebben er toch hard voor gewerkt. Dat is toch ook wat waard? Maar als we dan toch kansloos zijn, is het misschien beter om er maar helemaal mee op te houden. Ophouden, weglopen. Zijn jullie helemaal gek geworden? Ik speel toch. Bert. Met die pols kan je niet spelen. Ah, ik probeer het gewoon. Veel slechter kan ik toch niet spelen. We hebben nog maar 2 minuten om op dit meer te schaatsen. Ik ga het niet verknoeien. Er hoeft simpel 1 goaltje in. Misschien kan het nooit, maar misschien ook wel. Wij doen dat samen, met z'n allen. Kom op! We kunnen toch ons best doen? Vooruit, niet van dat bangen. Zou het dan toch mogelijk zijn? Misschien wel. Ja, jullie kunnen het wel. Vooruit! Hup, zet hem op! Spelen, jongens! En daar gaan ze het ijsbeer om het nog 1 keer te proberen. Wasbeertjes vooruit! Wasbeertjes, zet hem op! Het zal een spannend worden! Vlieg ze onderuit! De stand is 3-3 en we hebben nog maar een paar seconden te gaan. Face off! De beren hebben nu de bal en die vormen meteen een hechte formatie. Zo gaan ze op het doel af. Oh, zijn ze nog tegen te houden. Ja, ze gaan met alle geweld en met powerplay. Daar komt het schot. En Schaefer schot. Wat een prachtige actie van Schaefer. Melissa nu tussen 2 beren door. Pas naar Ralf. Ralf neemt meteen al het ijs. In grote snelheid gaat hij nu op het doel af. En hij speelt hem af. Hij speelt hem. Hij wacht. Ja, de man komt toch vrij. Komt daar echt op Berghuisbeer. Berghuisbeer voet op het doel af. Nog maar 5, nog maar 4 seconden. Nog maar 3, Bert weer op het ijs. Nog maar 2, nog maar 1. En het wordt een 3. Ja, wat een geweldige wedstrijd. Wat een ongelooflijk. Gewonnen. Wij hebben gewonnen. We hebben echt gewonnen. Yippie. Yay. Mijn held. Het kan niet waar zijn! Ik wil overspelen! Het was doorgestoken kaart! Hoera! Het is ongeldig! Ik kan toch niet verliezen van een spelletje! De wielen! Ja. Oh, wasberen! Hoera! Mijn beren! Gewonnen! Hoera, gewonnen! Wauw, moet je al die sporen zien? Ze zijn overal! Zo, er moet hier behoorlijk geschaatst zijn. Hebben jullie soms wilde spelletjes gespeeld? Julie, Tommy en Henk hebben nooit geweten hoe weinig het had gescheeld of ze waren hun meer kwijt geweest. Schaefer wist het. En hij wist ook dat het meer niet meer bedreigd werd. Omdat hij en 5 andere dieren het voor altijd hadden gered. En ik zal toch maar weer even een waardevol lesje geven. Samenwerking, jongens. Dat is het hem. Samenwerking? Tegenwerking zou je bedoelen. Niemand houdt van mij. En ze hebben nog gelijk ook.